projecten van de grote verbinding gaan er niet doorgaan omwille van die landmark boven de Schelde. Gaan er een aantal overkappingen niet doorgaan? Gaan er een aantal leefbaarheidsprojecten niet doorgaan omdat we per se die grote landmark willen hebben? In 2006 was er unaniem lof bij de maquette van de Lange Wapper over de Schelde natuurlijk bij alle partijen, behalve bij de PvdA toen, over dat landmark. Dat is er uiteindelijk niet gekomen, dat landmark. Gelukkig maar. En nu zijn wij ook niet enthousiast over dit landmark, om drie redenen. De eerste reden is gezegd. Hè. De eerste reden is dat wij nu 150 jaar Scheldevrij, tolvrij hebben gevierd en dat toch met deze bruggen de scheepvaart naar Umicore, maar ook Fabricom, Brussel, het kanaal van Willebroek ernstige vertragingen dreigt op te lopen. En dat ook met die 800 bewegingen in de brug elk jaar fietsers en voetgangers lang zullen moeten wachten. Tweede reden is natuurlijk het prijskaartje met die 200 miljoen euro. En daarbij is de vraag dan ook, dat ik heel graag zou willen schellen aan de schepen, is ten koste van welke andere projecten in de grote verbinding gaat die ingevoerd worden? Welke projecten van de grote verbinding gaan er niet doorgaan omwille van die landmark boven de Schelde? Gaan er een aantal overkappingen niet doorgaan? Gaan er een aantal leefbaarheidsprojecten niet doorgaan omdat we per se die grote landmark willen hebben? En de derde is dan natuurlijk de ontsluiting van Linkeroever. Het is niet onlogisch dat de grote ring ook ontsloten wordt voor fietsers. En het is ook niet slecht dat Regatta, een van de vier wijken op Linkeroever, ertussen, dat dat ontsloten wordt. Maar die drie historische wijken in Linkeroever, die worden niet ontsloten met die brug. Laten we daar wel duidelijk over zijn. En dan komt het punt natuurlijk naar voren waarvoor wij al 3 jaar actie voeren, namelijk die veer. En als je dan kijkt naar een andere grote stad, Amsterdam, daar heb je het IJ. En linkeroever op Amsterdam en rechteroever wordt goed verbonden met een veer. Je moet dat echt eens pakken. Dat is om de 10 minuten dat er een snel veer overvaart. Die verhouding van investeringen in dat landmark versus de mogelijkheden van dat veer, dat is compleet wanbeheer. Het is het gezond verstand dat zegt, leg eerst dat veer aan, zorg dat die de fietsers- en voetgangerstunnel, dat die liften en roltrappen goed werken. En als je dat allemaal gedaan hebt, ga dan nog eens wat spelen met een landmark.